Ja, volgens mij kan ik nu beginnen. Oh fok, ik ben vergeten welke nieuwsuitzendingnummer dit is. Ja, dan kunnen jullie ook even meekijken in de keuken hoe ik het allemaal doe. Sperry en dan nieuws en dan waar zitten we dan? Oh ja, nummer 70. Dit is nieuwsuitzending nummer 70, mensen. 070. Dat is toch ook een vrijmetselarijgetal? Toch? Of ben ik dan weer de satanist? Hé, hey, grapje allemaal. Deze serie, ik denk dat het een serie gaat worden. Maar dit gaat over psychopathie. En dit is een uitzending nummer 1 over psychopathie. En ik zal even beginnen om als een opwarmertje. Waar ik het over wil gaan hebben. Dit wat je nu ziet, dit is mijn dochter. Zo gaat hij beeldvullend, ja. En hoe krijg je nou de play? Of fokkity fok. Nou. Terug. Dit is mijn dochter. Mijn dochter was toen, dit was uit 2003. Ze was toen 3. Een meisje van 3. En hier in haar hand heeft ze een knuffeltje. Ja, en ze loopt dus een beetje ja, half topless. Maar er is hier een meisje van 3, hè. Dus dat doet ze tegenwoordig echt niet meer, hoor. Ze is tegenwoordig 16. Die kijkt wel linkeruit. Maar toen was ze dus 3. En, ik zal even laten horen hoe mooi haar stem klinkt. Want mijn dochter die kan tegenwoordig dus ook... Die zit in een bandje en zingen altijd hier. Mijn dochter die kent zoveel zingen hier in huis. Ik woon tegenwoordig gescheiden van haar moeder. Daar komt dus het punt zo dadelijk terug. Dat de bovenbuurvrouw, die heeft mij dus al een keer gebeld over mijn, op mijn mobieltje. Van, kan dat kutkind van jou niet stoppen met zingen? Laten we even horen hoe ze zingt. Ja, dit was dus een zelfverzonnen nummer. En de tekst die luidt dus, iedereen is jarig en iedereen kan zingen. En zij geeft het goede voorbeeld natuurlijk. En die achtergrond is ook prachtig, hè? Zie je dat? Even de sound down gooien. Nou, dit is de Lingewaard. Een ongelofelijke bloemenweelde. Dat is, kan ik iedereen naartoe sturen. Dat is, en je kind meenemen natuurlijk. Hè? Met een knuffeltje erbij. En een beetje drinken. Dit was bij een verjaardag van de vriendin van haar moeder. Haar biologische moeder. Zoals ik dat zo vriendelijk wens te zeggen. Nou, die moeder, die heb ik ontmoet in 1998. En ik wilde in principe niets met die vrouw. Ja, het was gewoon een vrouw. Een keertje samen naar de sauna. Want ik ben ook wel eens met een man naar de sauna geweest, hoor. Dat heb ik ook gewoon gedaan. Maar het is ook leuk gewoon om met een vrouw naar de sauna te gaan. Of naar de bioscoop. Uit eten. Maar haar moeder, die wilde per se een relatie met mij. En dat wist ze al heel erg snel. En ze had een enorme aandacht voor mij. Ze belde me gewoon bijna iedere dag op. Dan wel echt wel om de paar dagen. En dan allemaal ideetjes van heb je zin om dit en heb je zin om dat. Even wachten. Even deze op pauze zetten. Tom. En dan moet ik dan zo doen. En dan doen we hier de pauze. Ja. Ja, we pakken hem weer even op. Ik kreeg net een mail binnen van een goede vriend van mij. En die heb ik trouwens leren kennen in diezelfde periode dat ik de moeder van mijn kind leerde kennen. En hij kent haar ook. Ja, toen had hij ook een relatie met een vrouw. En ze hebben ook samen een kind. En
ze zijn ook wel eens met z'n tweeën en hun kinderen. Want hij één kind is van hem en die andere, de andere kind had ze al. Maar dat maakte hem niet uit. En hij stuurde me net een bericht over Facebook. Nee, met YouTube-dinges. Dat was wel aardig van hem. Nou, vandaar even die onderbreking. Maar nu gaan we weer door. Waar we gebleven waren. Dus in 1998 leerde ik die moeder kennen. En al heel erg snel begon ze dus aanspraak te maken. Zullen we dan dit gaan doen? Zullen we dan dat gaan doen? Het was een soort rupsje nooit genoeg. Een rupsje nooit genoeg, dat is een kinderverhaal. En op zich is dat rupsje dan, daar is niks mis mee volgens mij. Want de rupsjes moeten gewoon lekker eten, anders kunnen het geen vlinders worden. Maar zij was rupsje nooit genoeg. Wist ik toen nog niet. Dat kwam pas later. Nou, ik heb haar ontmoet in juli 1988. Volgens mij. En het was in juli dus. En ergens in november, toen heeft ze mij emotioneel onder druk gezet. En een monogame relatie voorgesteld. Van we kunnen het toch proberen. En toen dacht ik van oké, ik had daarvoor drie serieuze relaties gehad met anderen, vrouwen allemaal. Nou, de eerste die ging vreemd met de skileraar of zo. De andere, die ging mij ongelooflijk lopen claimen. Ik kreeg gewoon problemen met mijn bandrepetities. Want mijn vrouw die vond dat ik wel eens een keertje thuis mocht zijn. En ze kreeg ook één voor één hekel aan al mijn vrienden, leek het wel. Dus als er een vriend op bezoek kwam, dan zei zij van tevoren, oh nee, niet alweer Kees. Of Martin, of Jan. En daarna kreeg ik een relatie met een vrouw en die duurde 10 jaar. En die ging vreemd met een bankier. Dat is ook maar ongelooflijk. Dat was in de tijd dat het internet nog nieuw was. En als zij dus binnen no time via internet een bankier gevonden. Een of andere geile gescheiden kerel met 2 volwassen zoons. Maar wel met poen. En die was dus net pleiten. Die is in 1998 de kuierlatten genomen. En ik had mijn buik vol van monogame relaties. Ik wil een beetje, ik vind het helemaal niet erg, ik vind het ontzettend, ik heb dus gezorgd voor mijn gezin, dat doe ik nog steeds, maar dan voor mijn dochter dan momenteel alleen maar. En die moeder, dat, als ik haar op straat tegenkom, dan overweeg ik toch, gelukkig gebeurt dat niet vaak, maar ik vind het nooit leuk. Ik loop liever een straatje om, dan dat ik tegen haar ga zeggen, hallo, want daar heb ik echt geen zin in. Nou, die monogame relatie die heeft zij dus afgedwongen. En vanzelfsprekend hadden we al een keer, nou niet echt vanzelfsprekend, maar we hadden dus seks. We waren niet echt getrouwd, maar we hadden wel seks. En dan gewoon heel netjes, met een condoom. Daar kan je geen puistjes van krijgen. Een beetje rubberlucht in je neus en dat is het dan. En zij stelde voor om maar te stoppen met die condooms. Want zij wist namelijk perfect wanneer zij vruchtbaar was. Want een vrouw is alleen maar vruchtbaar na de eisprong. Ja, als je de avond voordat dat ei gaat springen, als je dan je kwakje erin doet, is ze ook zwanger natuurlijk.
Maar als jij een week daarvoor je kwakje erin gedaan hebt, ja, dan wordt ze waarschijnlijk niet zwanger. Dus zij vond het wel verstandig om die condooms maar af te schaffen. En ik wist nog niet wat voor vlees ik in de kuip had toen. Ik had al wel een aantal rare dingen met haar meegemaakt. Maar ik ben in principe een vergevingsgezind persoon. Ik ga ook wel eens uit mijn dak. En dan denk ik achteraf, goh Perry, was dat nou wel zo'n goede actie? Ik heb ook mensen moeten bellen en achteraf moeten zeggen van, vorige zaterdag, dat was niet helemaal de bedoeling. En dan ga ik er ook vanuit dat die mensen daar begrip voor hebben. Of er is een keer wat gebeurd en ik heb gewoon echt een pesthumeur. Moeten mensen mij maar vergeven hoor. En dat vind ik ook dat ik dat moet doen met andere mensen. Dus ook met haar. En zij scoorde gewoon vervelend moment op vervelend moment. Maar het bleef enigszins binnen de perken. Het was allemaal net te doen, zeg maar. En als ze dan weer eens buiten de lijntjes had gekleurd, dan daarna, dan werd ze gewoon mierzoet in haar gedrag. En dan ging ze bij wijze van spreken de afwas doen en de kozijnen dweilen. Is een grapje, maar ik zeg maar wat. Niet dat ik haar in al die jaren betrapt heb op veel huishoudelijk werk. Dus ik vergaf het haar. Ik denk, kom, je moet het positief zien. Je moet mensen niet op hun uiterlijk gelijk al afsabelen. Je moet mensen een kans geven. En dat vind ik echt. En dat wilde ik haar ook geven. Dus ik vond het ja, moeilijk, maar te doen. Toen waren we dus gestopt met die condooms. Nou, dat duurde 2 à 3 maanden. En toen was mevrouw zwanger. En dan zei ik tegen haar, hoe kan dat nou? En toen zei ze tegen mij, nou, ik word heel erg onregelmatig ongesteld. Dus wanneer ik vruchtbaar ben, daar kan ik echt geen pijl op trekken. Nou, dat antwoord vond ik haaks staan op wat ze eerder had gezegd. Dus daar sprak ik haar op aan. En dat werd een woedeaanval van haar kant. Want zij wenste niet op die manier toegesproken te worden. Nou was ze dus al zwanger op dat moment. En ik maakte me dus zorgen over de vrucht, het kind, in haar buik. Want dat zou mijn kind gaan worden. En het is het ook geworden. Mijn kind is echt mijn kind. Ik heb met mijn dochter, die is nu 16, hè? En die gaat naar de 17 toe. En die heb ik dus wel geteld geen 1 keer straf gegeven. Als ik heel goed tel, 0 keer straf. 0 keer straf. Ah, ze heeft wel een straf gehad. Maar dat was altijd een beetje met een tong in cheek, zullen we zeggen. Dat ze iets gedaan had wat ik echt heel erg dom vond. En dat ik zei, ja, nu ga je mee opdraaien voor de consequenties. Ah, dat was altijd goed te overzien. En ik ben nooit boos geweest op haar. Helemaal nooit. Nergens voor nodig. Zo'n kind. Ik heb er lekker muziek leren spelen. Dus zingen. Maar ook tekenen kan ze hartstikke goed. Taal is er ontzettend goed in. Rekenen heb ik met haar gedaan. Echt heel veel. Wat tijd voor het volgende plaatje, vind je? Is ook zo mooi, hè, met een vlinder. Zie je de vlinder? Schutkleuren, hij zit rechtsbovenin. Volgens mij is het een koollichtje. Dat is mooi hoor, de Lingewaard. En ik dacht toen nog steeds van, nou ja, shit happens. Laten we het zonnig inzien. En ik was blij dat ik een kind zou krijgen. Toch wel. Want ik vond het wel een spannend idee. Van, oh jee.
een kind, wat moet je ermee? Ja, het werd een hel. Niet met mijn dochter dus. Ja, met mijn dochter is niet alleen het zonnetje in huis. Nee, ze is het zonnestelsel in huis. Dat is gewoon een hartstikke leuk kind. Een hartstikke leuk mens. Inmiddels dan, hè. Maar met die moeder. Die werd dus echt... met de maand werd ze gekker. En toen mijn dochter 9 zou worden... in 2008... toen heeft die moeder ervoor gezorgd dat mijn dochter geen verjaardagscadeaus kreeg. Nou, wat is dat voor een gedrag? Met wat voor mens hebben we hier te maken? Nou, daar ben ik achter gekomen. Deze mens noemen we klinisch... volgens de DSM, de Diagnostical and Statistical Manual van psychiatrische ziektes, of psychische afwijkingen. En dat boek, dat is, als ik het me goed herinner, ingedeeld in 3 clusters. De eerste cluster, dat is de groep der fobieën. Dat zijn mensen die zijn onterecht angstig. Dat heeft ze ook. De derde cluster, dat betreft, ik sla er eentje over. De derde cluster, dat betreft de groep van psychoten. Of psychoses. En die mensen die zien ze vliegen. Nou, dat heeft zij ook. En de middelste groep, dat is de groep van de psychopathie. En dat heeft zij het meest. Ja, dus als het gaat over deze 3 clusters, het zwaartepunt bevindt zich middenin, bij het tweede cluster van de psychopathie. En bij vrouwen zijn we dan altijd heel erg beleefd, houden we de deur voor open en zeggen we, schatje, wil je nog wat drinken? En de man betaalt altijd het etentje bij het eerste uitje. Dus de vrouwelijke psychopaten, die noemen wij dan grensmensen. Borderliners. En dat is ze. En ik heb dus moeten toezien, want inmiddels heeft mijn dochter, mijn kind, die heeft een goede vriend. Een rustige, weloverwogen jongen. Met een fiets. En die heeft ook gescheiden ouders. Dus dat schept een band. Hij heeft best een aardige vader. En zo op het eerste gezicht. En mijn dochter heeft al verteld van nou, die pa nou af en toe. Maar hij heeft hele leuke moeders. Dat is allemaal niks mis mee. Zowel zijn echte moeder als die hulpmoeder. En mooi 2 huizen. Dus ik heb het idee dat mijn dochter nu onder de invloedssfeer van deze psychopathische mens. Dat ze er ja, niet ongeschonden, maar ja, niet dood. En wat Nietzsche zei, wat mij niet ombrengt, dat sterkt mij. Wat mich nicht umbringt, sterkt mich. En dat is dan Duits. En mijn dochter die kent die uitspraak van Nietzsche. Ze heeft me inmiddels toegegeven dat er momenten zijn dat ze regelrecht bang is voor haar moeder. Dat ze heel gek gaat. Want dat Nina niet weet wat ze er dan mee aan moet. En dan gaat ze maar naar haar kamer en dan doet ze de deur maar dicht. En dan maar hopen dat die moeder niet naar binnen stormt. Of zoiets. Ik weet niet wat er allemaal precies gebeurd is, want mijn kind... Die schaamt zich gewoon voor de moeder, haar gedrag. Ze vertelt mij niet alles. Dus. Kom, we gaan nog een plaatje. Kijk, dit is ze. Er was er 3.
En toen deed ze al aan veiligheid. Dus dat ze al zei, ja, ik wil wel mee, maar ik wil wel in de maxi-cosi. Dat is een hele mooie vakantie was dat. Ik ga een beetje door. Dit is, ja, dit doe ik even niet, want het gaat er niet om hoe die moeder eruit ziet. Kijk, dit is een kind. Ja? Was ze lekker in slaap gevallen. Ja. En we razen maar door. Dit was een huurauto. Oh, en dit ben ik. Ja, gewoon een geweldig mooie bril. En dat pijltje komt ook zo mooi uit mijn mond. Oh, en dan gaan we even door. Ja, en dit is er weer. Kijk, zo kan je dus met kinderen omgaan. Krijg zo'n kind zelfvertrouwen van. En dan dat zelfvertrouwen wat ik mijn kind gaf, dat brak haar moeder keihard weer af. Nou, waar komt nou die psychopathie vandaan? En ik wil er even aan toevoegen dat ik ben met de moeder van mijn kind naar verschillende instanties geweest en heb in totaal 10 professionele medewerkers. Dus geen vrijwilligers, maar mensen met een pensioenregeling en een vast salaris en diploma's. Nou, 10 verschillende mensen heb ik gesproken. En ongeveer de helft daarvan, die was gewoon stom verbaasd. En die zei tegen mij, erg aardig dat u hier naartoe gekomen bent met dit probleemgeval. Maar echt een oplossing hebben we niet. Dus die stuurde mij onverrichter zaken naar huis. Ongeveer de helft, de andere helft, die zei tegen mij, wij zien het probleem. Maar we kunnen u niet helpen. Maar die zagen tenminste nog het probleem. En die hebben ook aan haar duidelijk proberen te maken dat, dus de moeder van mijn kind, dat die een ziekte heeft. Ja, want psychopathie, dat is een Grieks, dat heeft een wortel in het Grieks. En dat begint met het woord psycho, het eerste stuk is psycho, dat slaat op psyche, dat is geest. En pathie, dat is ziekte. Empathie zit ook het woord pathie in, dat is wat anders. Maar bij psychopathie is die pathie, komt van pathologie. En dat is ziek. En die psychopathie bij haar, die is geconstateerd. Het is ook mij duidelijk verteld. Alleen, ze konden niks doen. Nou, voordat ik inga op wat psychopathie nou inhoudt, waarom ze daar niks aan konden doen, dat komt door de stand van de huidige samenleving. En als je in de geschiedenis kijkt, moet je eigenlijk zeggen, nou, dat is niet van vandaag of gisteren. Psychopathie is al een hele tijd. Maar tegenwoordig, die samenleving, die ziet erop toe dat moeders, zoals de moeder van mijn kind, de vrije teugel krijgen. En de allerlaatste keer dat ik een professional sprak, en die heet Gerard Rotteveel, en hij is inmiddels met pensioen. En dat is misschien jammer. Behalve natuurlijk voor Gerard Rotteveel. Die hoop ik lekker met pensioen. En dat is een orthopedagoog. Dat is iemand die heeft verstand van wanneer er dingen fout gaan op het psychische vlak. En hij heeft dat dus gewoon gezegd tegen mij. En de andere collega's, want hij werkte toen in de praktijk Aquamarijn in Arnhem. En er zijn 1 of 2 collega's van hem die daar ook enigszins van op de hoogte zijn. Dat kan niet anders. Maar de mens is dus knettergek. Die is geestesziek. En wat is dat nou? Het verhaal van Paul Levy.
Ik pak hem gewoon eventjes bij voor jullie. Als jullie het echt willen weten, dan heb je ook wel 3 seconden de tijd om even te wachten tot ik die naam opzoek. Daar staat hij. Dit is zijn website. En zo ziet hij eruit. Een beetje invergroten. Mijn Mac staat ontzettend te blazen. Ja, komt hij al. Zo ziet hij eruit. Echt hoor. Ik heb ook video-interviews met die man gezien. Die heeft veel verteld over... misschien komt het zo nou. Kan dat? Nee, dat kan niet. Dat doe ik gewoon zo. Nee, dat kan ook niet. Ah, dat maakt niet uit. Je weet hoe hij eruit ziet. Nou, hij heeft dus een baardje. En een vriendelijk gezicht. En zijn ogen zijn... Ja, hij heeft een symmetrisch hoofd. En zijn hoofd hangt een beetje naar rechts, maar... Is niet per se heel erg. En hij heeft dus een boek geschreven en het heet Dispelling Wettico. Maar dat is er eentje van velen. En wat hij zegt. Want Wettico, dat gaat dus over wat wij noemen psychopathie. En in de leer van Wettico. Want dat is een leer en die komt uit Amerika, van die Indiaanse mensen. Ja, die zeggen dat alles wat wij zien, dat heeft zijn reflectie, dat heeft zijn wederhelft in de geestelijke wereld. Nou wordt die interessant, hè? Want psychopathie, dat is geestesziekte. En zij hebben dus een antwoord op die geestesziekte, vanuit de natuur. Want ze wisten al van de natuur dat deze ziekte bestond. En dat heet de lintwormgeest. Dat betekent wettico letterlijk. De geest van de lintworm. En een lintworm, dat is een parasiet. En die nestelt zich in je darmen. En die zit daar een beetje ongelooflijk veel eitjes te leggen. En jij transporteert die eitjes naar de rivier. En daar gaat iemand de sla wassen. Of je hebt een beetje gepoept over je handen. Zo. Bij het afvegen van je billetjes zitten er een paar eitjes onder je linkernagel. En jij gaat even de sla wassen. Kortom, binnen no time zit iedereen onder de lintworm. Zoals, we hebben het hier over Amerika, over Indiaanse mensen. En die leven in relatief kleine gemeenschappen. Ja. Als er dan eentje de lintworm krijgt, ze zitten allemaal samen te eten, allemaal samen te wassen, allemaal samen te baden. Ja, daar ben je dus ook klaar mee. Hebben we allemaal een lintworm. En die lintworm... Dat hebben die mensen in Zuid-Amerika echt, en Noord-Amerika ook trouwens, heel snel in de gaten gehad. Die lintworm, die neemt jouw gedrag over. Dus, als iemand een lintworm heeft, en gaat hij allemaal afwijkende dingen doen. Hij gaat, als je een lintworm hebt, dan ga je je eetpatroon veranderen. En je gaat niet langer eten wat gezond is voor jou. Nee, je gaat eten wat de lintworm lekker vindt. Voor zijn eitjes. Nou, die wetenschap, dat wisten ze dus. Dus in die gemeenschappen hielden ze gewoon in de gaten hoe iedereen at. En als mensen afwijkend gingen eten, dan was het gewoon... lintworm alert, lintworm alert. Ja, en dan moet zo iemand moet gewoon even in quarantaine... Even niet meer meedoen. En dan zien we daarna wel weer. Als die lintworm weg is. Als je een lintworm hebt, hoef je niet de afwas te doen. Je hoeft ook niet meer de sla te wassen. Je hoeft ook niet meer iemand nog een hand te geven. Want je zit onder de lintworm. En die mensen werden gespot op een afwijkende eetgedrag. Nou, en de projectie daarvan op het geestelijke leven. In
in het geestelijke leven hebben wij ook van alles te doen. En meningen en wijzen van doen. We zeggen ook in het Nederlands, in de geest van lalalala heb ik dat gedaan. Op de manier van zus en zo heb ik dat en dat gedaan. Dat zeggen wij op zijn Nederlands ook gewoon. Maar mensen met een afwijkende manier van handelen, die hebben dan dus, volgens die Indiaanse mensen, die zijn demonisch bezeten. Zij hebben een lintworm in de geest. Een lintwormgeest is in hun geestelijke bewustzijn binnengedrongen. En ze gaan dus raar eten. En eten is dan jezelf manifesteren. Dus je manifesteert jezelf op een rare manier. Je bent aanwezig op een rare manier. Je eet niet goed. Je eet niet gezond. En wij kunnen dan zeggen, bijvoorbeeld je geestelijke leven, waarin je kan bijvoorbeeld porno gaan eten. Of andere gekke dingen doen. En als het afwijkend is, en als je dus niet goed eet, dan moet dat voor ons dus ook als toeschouwer van zo'n patiënt een waarschuwing zijn. Als mensen hele gekke dingen gaan doen, dan klopt er iets niet. En dan mag je van mij naar porno kijken, want ik zie niet zo 1, 2, 3 wat daar het probleem mee is. Behalve dan de porno-industrie. Maar als er iemand een foto van zijn blote billen op het internet zet en jij vindt het mooie billen, ja, kom op. Ik denk niet dat het zo erg is. Maar er zijn wel degelijk mensen met een pornoverslaving. En die gaan daar heel ver in. En de koningin Elisabeth II bijvoorbeeld, die schijnt een pornoverzameling te hebben. Nou, daar kan Miep Brons, als ze nog leeft. Dat was destijds een belangrijke porno-franchiser of zo. Miep Brons was een Joodse vrouw. Maar dan kan die brons nog een puntje aanzuigen. Zeggen ze. En dat is idioot. Dat is afwijkend gedrag. Dat is afwijkend eten. En dat is niet goed voor jou. Net als met dat je een echte lintworm hebt en je gaat allemaal gekke dingen eten. Ja, je doet dat dan wel omdat je geest is overgenomen door dat beest in je darmen. Maar het is niet goed voor. En zo ben ik ook niet tegen alcohol drinken. Maar er zijn mensen die gaan zich daar echt aan te buiten. En die doen dus allemaal dingen en die zijn niet goed voor hen. Nou, die wetico, dus die lintwormgeest, de psychopathie, daar heb ik het over. Hè? Dus psychopathie, die term, die komt uit de 19e eeuw en die is in Europa op de kaart gezet. Niet in Zuid-Amerika. Daar hadden ze wetico. Maar dat wil niet zeggen dat we dan over twee verschillende dingen hebben. Nou, Paul Levy, die ik net heb laten zien. Paul Levy, dat is van die spijkerbroek had je vroeger. Had je Levi's en wat was die andere ook alweer? Twee van die beroemde merken. Levi, dat is een Joodse naam. Hij is een Joodse man. Het is ook wel leuk om iets over hem te vertellen. Want hij is mishandeld als kind. Door zijn vader met name. En hij is toen hij 20 werd in een psychiatrische inrichting beland. Omdat hij een spirituele ervaring had gehad. Hoe het nou precies in elkaar zat, dat moet je maar naar Paul Levy zelf gaan luisteren. Maar die spirituele ervaring, die maakte dat zijn taalgebruik anders werd en zijn fijne omgeving dacht toen, nou, we flikkeren hem in een psychiatrische inrichting.
Nou, daar werden die spirituele ervaringen alleen maar duidelijker. En Paul Levy heeft gezegd, dat vond ik heel erg goed. Want vertigo, de lintwormgeest, de psychopathie dus, hè, die manifesteert zich op twee manieren. De ene manier is dat er mensen zijn die ontkennen dat psychopathie bestaat. Of dat dat ook maar enigszins een probleem is. En die andere vorm is dat er mensen zijn die zeggen, dat is een psychopaat. Die moet eruit. Dat is een psychopaat. Zet hem de tent uit. En dat is de andere vorm die je kan ervaren. Dus als ik het heb over de moeder van mijn kind, en ik zeg dat zij psychopathisch is, dan bedoel ik daarmee haar gedrag. Zo manifesteert zij zich. Het is psychopathisch, zij doet geen goede dingen. Maar ze is niet een psychopaat. Het is iemand die is bezeten van een demon. Zo komt dat op ons over. En zij moet geholpen worden. Net als iemand met een lintworm. Die hoef je niet te laten verhongeren. En dan te barbecuen. Je moet gewoon zo'n lintworm af. En ja, dat zie je dan maar voor elkaar te krijgen. Met calcium bicarbonaat of zo. Of een veganistisch dieet. Dan mergel je die lintworm gewoon uit. En dan, op een gegeven moment is die moeder lintworm is dood. En dan zijn de laatste eitjes. Die scheid je eruit met een dieet van salmonella. Dan krijg je een diarree van hier tot Tokio. Gewoon bedorven kip eten. Dan wil het lichaam wel scheiden. En dan haal je er maar uit. En bij de mens kan dat ook. Bij de mens kan je ook dat ding eruit halen. Dus psychopathie is in principe te genezen. Dat wil zeggen, in het geval van de moeder van mijn kind, denk ik dat dat te genezen is. Want er zijn ook mensen die zijn zo ver van het padje af, dat gaat niet meer goed komen. En die zijn ongeneeslijk. En hoe langer de moeder van mijn kind wacht om in een behandelingsprogramma te stappen, hoe langer ze wacht, des te kleiner de kans wordt dat het ooit nog goed komt. Het ontbreken, laat ik het anders zeggen, voordat psychopathie werd gedefinieerd als begrip, op de kaart werd gezet, gecoind, it was coined, zeggen de Amerikanen, te gelden gemaakt. Maar psychopathie is dus gedefinieerd in de 19e eeuw. Voordat die definitie kwam, dat was ongeveer in 1860, had je in 1840 het werk van Arthur Schopenhauer, wat ik echt absoluut fantastisch vind. En dat is de basis van de moraal. Waar komt moraliteit vandaan? Hoe kan dat eigenlijk? Want waarom zou je moreel zijn? Je kan toch veel beter immoreel zijn? Je bent in de supermarkt, je kan wel eerlijk afrekenen. Of je kan gewoon die kilo goudse kaas, die stop je gewoon in de bukkie van je kind. En je doet alsof je die gekocht hebt bij de kaaswinkel. Scheelt je mooi 20 euro. Maar Arthur Schopenhauer heeft naar mijn mening overtuigend aangetoond dat er ook een gedrag is wat per definitie rekening houdt met de mensen in de omgeving. En Arthur Schopenhauer, die heeft dat genoemd het allerbelangrijkste. Die heeft dat verbonden met de basis van ons bestaan. En het begrip wat daaruit is afgeleid, dat heet empathie.
Dus je kan sympathisch zijn, dat je om iemand moet lachen, dat hij een goede grap heeft verteld, of dat je denkt, ja, die ruikt altijd zo lekker. Vindt het een sympathiek iemand? Maar empathisch, dat betekent dat je dus daadwerkelijk, uiterlijk waarneembaar, rekening houdt met andere mensen. En psychopaten, die kunnen juist dat niet. Dat ontbreekt. Dat is nooit aangegroeid, of het kon niet aangroeien. Of, en dat is de derde categorie, mensen weten echt niet beter. Ze hebben altijd alleen maar ontzettende soepzooi om hem heen gezien. Ze zijn altijd als stront behandeld door iedereen en ze denken dat alles maar normaal is. Nou, de juiste volgorde is dat je primaire psychopathie, en dat is net zoiets als Down syndrome of zo, er is iets misgegaan voordat het kind geboren werd. Een beperkte breinontwikkeling of zo. Nou, en die mensen hebben geen empathie. Dus die noemen we dan primair psychopaten. En dat is gewoon een formele term. Niet dat die mensen zo zijn, ze mag ze niet behandelen. Denk goed over die twee vormen van Wetiko. Dus je mag ze niet veroordelen, je moet wel goed voor ze zijn. De vraag is natuurlijk, wat is goed? Wat is goed naar een psychopaat toe? Naar een primair psychopaat. Ik heb gehoord van een primair psychopaat en die werkte op Wall Street. En die was betrokken bij allerlei financiële fraudes en allerlei klanten werden opgelicht en het interesseerde hem helemaal niks. En daar was hij ook gewoon heel eerlijk in, van ja, ik heb geen empathisch vermogen, het interesseert me gewoon geen drol. Ik ben gewoon aan het werk. En als je lekker doorrekent. Wat leuk, hè? Dan heeft ze hier een beetje ijs op de neus. Zie je dat? Hier zo. Heeft ze te diep in het ijsje gekeken. Ja, dat is ook lekker op een wat een leuke vakantie was dat. Maar ja, snel door. Oké, hier staat ze niet echt op. Maar dit is dus mijn dochter. En die kijkt nog even achterom. Ja, mijn dochter wel. Ik kan ook weg. Ja, dit ben ik. Ja, dit ben ik zonder meer. Dit zijn mijn benen. En die broek, die heb ik niet meer. Kan ik niet meer bewijzen. Maar ik ben het wel. Mooie foto van mezelf. Hier kijkt mijn dochter, die lijkt een beetje chagrijnig te kijken. Maar dat is alleen maar, ze knijpt met haar ogen tegen het zonlicht. Dit was ook zo'n leuke markt, jongen. Heb je lekker gegeten. Snel door. Oké, deze is ook leuk. Oh, hier is ook een heel leuk filmpje van. Oh, snel door. Kijk, daar is ze weer. De primaire groep van psychopaten, die kunnen er dus gewoonweg niks aan doen. Het is hun ouders hun schuld of zo, of het universum. Ze hebben dat vermogen helemaal niet. Ze hebben, dat kan je noemen, reptiliaanse hersenen. Ze hebben de hersenontwikkeling van een krokodil of een slang. Of een mythische draak. Maar het is niet voltooid. En je empathisch vermogen, dat is gelokaliseerd in de frontale kwab ergens. Maar die moet dus doorgroeien. En als die kwab niet doorgroeit, ja, je kan ook een kind krijgen en die heeft een elleboog van 4 centimeter. Ja, dat is niet goed. En als je een elleboog hebt van 4 centimeter toen je geboren werd, ja, 2 centimeter of 1 centimeter, in ieder geval veel te weinig. Gewoon niet uitgegroeid. Ja, die arm die groeit niet opnieuw nog aan. Dus die mensen met een niet volgroeid hersenapparaat. Ja, dan moet je niet gaan verwachten dat als je die dan chocoladeijs geeft met vanillesaus, dat het dan allemaal weer aan gaat groeien. Dat gaat niet gebeuren.
Nou, ze zijn niet per se gemeen of zo. Die hebben ze ook op dat terras, dus dat soort druivendinges. In Frankrijk groeit alles gewoon, ja, het groeit gewoon, hè. Ongelooflijk. Is mijn dochter in gesprek met een hond. De tweede vorm van psychopathie, secundaire psychopathie, die wordt veroorzaakt na de geboorte. En dat werkt middels het begrip jeugdtrauma. En hier kan je heel lang best. Ik zal nog heel even de derde benoemen, want die zijn niet zo belangrijk. Hè? De derde vorm van psychopaten, dat zijn mensen die denken. Ja, die hebben op zich best een leuke jeugd gehad. Best wel aardige ouders. Misschien af en toe een keertje ruzie, maar het liep niet echt. Ze hebben geen trauma opgelopen of niks. Ze hebben gewoon best een leuke jeugd gehad. Alleen die mensen denken dat het heel normaal is om elkaar op te lichten en elkaar voor de bek te slaan en alcohol te gaan suipen en dat klopt allemaal maar. Dat zijn de feestvierders. En als je categorie 1, en dat is ongeveer 2%, optelt bij categorie 2, daar durf ik geen uitspraak over te doen, maar dat moet in de meerdere, dat moet misschien wel in de 10-20 lopen. 10-20%. Nou, dan krijg je er bovenop die derde klasse van psychopaten, van meelopers en feestvierders. Die denken, ah, de Bijbel, wat moet je ermee, man? Moet je onder een tafelpoot zetten als de tafel wiebelt en meer niet. Ja, die trekken ze nergens wat van aan. Ze zijn dombo's. En als je alles bij elkaar optelt, dan kom je op 98% van de samenleving of zo. 90%. Het is best verschrikkelijk. Maar die derde groep, en dat is de grootste groep, denk ik. Dat is niet zo'n probleem. Dat komt vanzelf wel goed, denk ik. Die tweede groep. Dat is de groep waar je zorgen over moet maken. Dus die eerste groep, dat is gewoon een biologisch verschijnsel. Dat is een monster van God. En dat betekent een uitprobeersel. Niet dat het monstrueuze mensen zijn of zo. Ze kunnen wel raar uit de hoek komen, natuurlijk. Maar dat is gewoon hoe God is. Ga niet van God verlangen dat hij je hele bedje gespreid hebt, want daar moet je zelf ook aan meewerken. En daarom ben jij naar zijn evenbeeld geschapen. Wist je nog? Dus die eerste groep, dat loopt 1-2%. Dat valt wel mee. En die derde groep, die is veruit de grootste. Maar dat zijn allemaal dombo's. Dus dat maakt niet uit. Die tweede groep. En dan kom je dus bij de moeder van mijn kind. Ik ben door mijn ouders niet heel erg fatsoenlijk behandeld voor iemand van mijn leeftijd destijds. Er werd van mij veel te veel verwacht. Allerlei verwachtingen waar ik niet aan kon voldoen. En ik kreeg de hele tijd op mijn flikker van mijn moeder en mijn vader weer dit. We hadden mijn ouders weer ruzie en dan kwam er weer geen avondeten op tijd. En dan kwam mijn zusje naar me toe en die zei, weet jij wat er aan de hand is? En dan moest ik tegen mijn zusje zeggen, nee, dat weet ik ook niet. Ik heb dat meegemaakt. En ik ben ontzettend boos geweest op mijn ouders. Daar wil ik het ook verder niet over hebben. Want die boosheid, die speelde mij lelijk op. En ik kreeg zelfmoordfantasieën. Dat is niet zo leuk om mee te leven. Dus ik ben naar de huisarts gegaan. En binnen twee weken of zo, 10 dagen, zat ik in Wolfhezen, ambulant. Dus ik mocht daar niet blijven. Dat wilde ik eigenlijk best graag. Wel lekker, niks meer aan mijn kop, gewoon Wolfhezen, een prachtige omgeving. Dat terrein, er zit een hek omheen, maar binnen die hekken heb je allemaal bosjes. En zoals ik later heb geleerd, daar kan je er ook echt de medepatiënten
moet zeggen, maatschappelijk verwerken. Er is gewoon heel veel seks achter allerlei bospassages, bossages heeft plaatsgevonden. Dat is gewoon zo. Kortom, dat is geen vervelende omgeving om fulltime te verblijven. Maar die kwalificatie kreeg ik niet van die communisten. Dus ik mocht wel 2 keer per week komen. Dat was erg pijnlijk. Ik vond het bitter. Een hele bittere periode in mijn leven geweest. En toen kwam het moment, toen kon ik mijn ouders vergeven. Toen vond ik het eigenlijk helemaal niet meer erg. Dat dacht ik op z'n Brabants gezegd, och erm. Och arm. Had ik gewoon medelijden met mijn ouders. Dan dacht ik van ja, jullie hebben het geprobeerd. En nou, heel goed gelukt vind ik niet alles. Ja, dat is het dan ook. Ik snapte dat ik mijn ouders niet kon kwalijk nemen. Dat ze het geprobeerd hadden. Maar ze bedoelden het niet kwaad. Het is alleen van die... Ja, dan zijn mensen heel angstig. Het was absoluut non-empathisch op momenten. Zonder meer. Voor mij dan. Ik kon niet waarnemen op dat moment dat mijn ouders om mij gaven. Sterker nog, ik had het idee dat ze een fucking hekel aan me hadden. Ja, dat was het niet zo leuk. Hè? Maar toen ik ze vergeven had, toen was het eigenlijk wel voorbij. Daar staat mijn dochter in het midden. Hè, met die hele veilige opgeblazen kussentjes. Want hier zit dus haar moeder. Hè, denk ik. Nou, dat weet ik niet eens zeker. Nou, ja. Nee, ik weet het niet zeker. Het zou kunnen dat hier haar moeder zit. En die is dus ook fobisch. Dus die was heel erg bang dat ons kind zou verdrinken... in zoveel water. Je mag het water in, maar alleen met opgeblazen kussentjes. En als Nina dan een keer het water inliep, gewoon ze dacht, hé, wat ligt daar? En de moeder zag dat ze de kussentjes niet om had. Nou. Berg je maar. Ben je mooi de lul. Voor de volgende scheldpartij. Secundaire psychopathie. Dat heeft ermee te maken dat je het probleem van je jeugd, voor zover dat er was. Want een of ander jeugdtrauma, dat heeft iedereen wel. Maar er zijn ook mensen die dat hun ouders niet kunnen vergeven. En daar begint de secundaire psychopathie. Het is dus dat je ouders, je houdt die je kan niet inzien dat ze het goed bedoeld hebben. Ik kon dat inzien op dat moment en dat zie ik nog steeds zo. Mijn vader is overleden in 2008. Daar heeft de moeder van mijn kind ook een ontzettende rel over getrapt. Ik werd helemaal gek toen mijn vader overleed. Scheldpartijen tegen mij. Het was ongelooflijk. Ze heeft me toen echt aan het janken gekregen. En dat was dus een paar maanden voordat zij dus die operatie startte om ervoor te zorgen dat mijn dochter op haar 9e verjaardag in december 2008 geen verjaardagscadeautjes zou gaan krijgen. Want zij had er schoon genoeg van. Dat kinderen zomaar verjaardagscadeautjes krijgen. Laten we even op je inwerken. Over waar we het hier over hebben. Dat is dus het fenomeen wat je krijgt met een kind. En in dit geval de moeder van mijn kind, maar dat was ooit een kind.
En die is door haar ouders behandeld op een manier, dat wil je niet weten. Ik ga dat ook niet vertellen. En in het begin, toen ik de moeder van mijn kind tegenkwam, toen zag ik al dat er iets was met haar ouders. En dat komt omdat ik destijds, of toen ik in therapie ging en alles, werd ik me daar ook bewust van. Dat ik een probleem had toen met mijn ouders. En dat heb ik toen opgelost. Ik ben niet boos meer op niemand. Ik vind het allemaal wel best. Ik ben dankbaar voor het feit. Dat ik kon wel als kind lopen zeuren samen met mijn zusje. Van zeur. Ja, maar ik had wel een bed. En washandjes, een shampoo, tandpasta, tandenborstel, een fiets, een schooltas, een bosatlas, rekenliniaal. Het is allemaal niet zo heel erg geweest, vind ik dan achteraf. En dat punt, ik zag dat ook bij haar. En ik dacht dus, lieverd, je gaat dat ding met je ouders oplossen. Je gaat je ouders vergeven. En dan komt alles goed. Nou, dat is dus niet gebeurd. Tot op de dag van vandaag is ze nog steeds boos op haar ouders. En doet ze alsof ze dat niet is. En spreekt ze altijd in lovende termen over haar moeder en haar vader en haar broer. En dat zijn allemaal fantastische mensen. Maar wat haar overkomen is, dat is geen geintje. Dat is traumatisch. En dat trauma, als dat dus ontstaat op jonge leeftijd. Want op oudere leeftijd, als je een ouder mens iets aandoet wat de moeder van mijn kind is aangedaan toen ze klein was. Maar als je het lef hebt om dat met een volwassen persoon te doen, dan krijg je gewoon een klap voor je bek. En een hart. Of de telefoon wordt eruit getrokken. You die, you motherfucker. En dat mag je gewoon zeggen. Bij haar is dat aangedaan toen ze klein was. En toen was ze volslagen afhankelijk van mensen die haar kwaad deden. En dan bedoel ik echt kwaad. Dan heb ik het over lichamelijk kwaad. En geestelijk kwaad. En binnen dat geestelijke kwaad ook heel apart, volgens de moeder van mijn kind, seksueel kwaad. En dat allemaal op jonge leeftijd. Nou, die mensen die dat overkomen is, die zijn hulpeloos. Dat is verschrikkelijk. Het zijn mensen, daar is de lintwormgeest ingekropen. Dus haar ouders hadden vertigo. En zij is erdoor besmet. En wat moeten we nou met dat soort mensen? Want die secundair psychopaten hebben daadwerkelijk iets te klagen. Namelijk over hun jeugd. Je moet kinderen, daar moet je lief tegen doen. Want kinderen snappen niks. Kijk, dat wezentje wat je hier ziet, hè, met die veiligheidskussentjes, die de deltawerk aan het nabouwen is, of is het de bovennijl en de ondernijl? Maar ze is gewoon lekker bezig. Ja. Die moet je gewoon laten gaan. En inmiddels, het is alweer 3 jaar geleden of zo, heeft dit wezentje mij laten zien waarom de stelling van Pythagoras klopt.
Want dat is helemaal niet zo moeilijk. Dus je moet even een tekeningetje maken. En dan zie je A-kwadraat, zie je B-kwadraat, zie je C-kwadraat. En doe je hulplijntje erbij en dan een beetje naar binnen vouwen. En dan zie je dat het allemaal klopt. Maar dat kon ze toen nog niet. En hier staat ze gewoon met een of andere stomme fles iets stoms te doen. En die kinderen moet je in die periode echt helemaal loslaten. En toen de moeder van haar, die je nu ziet, hè, toen die zo oud was als dit lekkere ding met nog wel babyvet, hè, was ze al de lul. En werd er van haar al verwacht dat ze de stelling van Pythagoras zou kunnen beschrijven. Bewijzen, wat wil ik zeggen. Maar beschrijven is ook goed. Het is allemaal hetzelfde. En als je dat eens overkomen is, overkomen bent, als mens, en je hebt het geaccepteerd als normaal, ja, dan ga je dus ook zo doen tegen mijn kind. En daar ben ik niet blij mee. Dat de moeder van mijn kind een ding heeft, dat is mij overduidelijk. Maar dat je dat afreageert op mijn kind, dat is niet zo fijn. En hoe moet je daarmee omgaan? Nou, ik zou het. Nou, dit is niet voor de hand liggend hoor, mensen. Ga even naar mooie plaatjes kijken. Er schiet me wel weer wat binnen wat het volgende moment is. Dit was zo'n leuke vakantie. Kijk, en die vrouw die zit ook lekker gewoon met de broek gewoon lekker in het water. Het was snikheet. Dat is echt meer dan 40 graden. Je was al lang blij. Oh, deze moet je dan even draaien, maar dat doe ik niet. Maakt uit. Oh, dan gaan we even door. Ja, dan gaan we ook even door. Ja, dit is weer een mooie. Dit vind ik een hele mooie plaat. Hè. Echt een mooi kind. Bedenkzaam kind. Je kan al een beetje een overbeet zien. En ze heeft ook een beugel gehad. Allemaal goed gekomen hoor. Ziet er goed uit. En rechts daar heb je dus. Dat is Ton heet die man. Dat is een hartstikke leuke camping. Als je wil weten waar die ligt, moet je me even een Facebookje sturen. Dat is hartstikke leuk. Nou, dit is dus een ezel. En dat is ook een ezel. Maar die zit op de ezel. En dus deze ezel is dommerder dan die ezel. Want deze ezel zit bovenop die andere ezel. Mijn dochter natuurlijk. Ah, oh, wat leuk joh. Ezeltje rijden. Die was pannenkoeken eten. Helemaal hartstikke leuk. Dit was ooit mijn favoriete foto, die heb ik heel lang op de desktop gehad. Dan zie je rechts zit mijn dochter weer. Ah, oh, dit ben ik, ja. Dit kan wel even blijven staan. Dan weet je gelijk hoe ik eruit ziet. Zie, sorry. Oh, dat t-shirt trouwens, dat is inmiddels, die is verdwenen in de rattenkooi van mijn dochter, denk ik. Voor textielonderhoud, want die arme beestjes, die moeten ook wat hebben. Die is totaal versleten. En die broek... Die heb ik nog. Die ligt zelfs hier naast mijn bed. Die heb ik laatst nog aangehad. De psychopathie in de tweede vorm, de secundaire psychopathie, die wordt veroorzaakt dus. En dat heb ik gezien. Ik kwam haar tegen, dus de moeder van mijn kind. Ik wist dat er wat aan de hand was. En ik schatte haar probleem te laag in. Ik dacht, oh, zoiets heb ik ook gehad. Nou, daar komen we wel uit hoor, lieve schat. Nou, dat was dus even niet zo. Het was zo ver doorgedreven. Dat lieve kind, die moeder van mijn kind. Dat lieve kind, de moeder van mijn kind. Die is aangepakt, jongen. En daar kwam ik dus pas, en nu, ik zeg het gewoon, ik wil het gewoon wel zeggen, maar ik zeg het niet, want er luisteren misschien christenen en die schrikken daarvan. Maar ik wilde even vloeken. Want ik heb echt jarenlang mijn best gedaan om dat meisje, de moeder van mijn kind,
om die binnenboord te halen. En in 2008, toen was mijn dochter was 8. Toen was de moeder van mijn dochter voor de tweede keer zwanger geworden. En de vraag is natuurlijk van wie? Achteraf stel ik mij die vraag. Was dat... Je mag het dan... Ik noem het gewoon een kind. Maar dat schijnt dan tegenwoordig niet te mogen. Dat is niet politiek correct. Want een kind is er pas als het met de keizersnede of via de vagina naar buiten is gekomen. Dan is het pas een kind. Maar ze werd voor de tweede keer zwanger. Nou, mensen die psychopathisch zijn, die geïnfecteerd zijn door die demonische geest, die lintwormgeest. Die hebben dus behalve dat ze geen empathie hebben. Dat kunnen ze niet. Want ze zijn bezeten. Ze hebben een trauma. Ze zijn geïnfecteerd. Maar behalve dat zijn ze ook niet creatief. En hebben ze een beperkt reuk- en smaakvermogen. Nou, dat beperkte reuk- en smaakvermogen leidt ertoe dat mensen met deze, nou, net als met de lintworm, met de letterlijke lintworm, ze eten niet goed. Want ze proeven niet. Ze ruiken de oregano niet echt. Ze maken rare keuzes bij wat ze in hun mond stoppen. En dat is niet goed voor hun lichaam. Dat heb ik dus, de huisarts en twee therapeuten hebben tegen de moeder van mijn kind gezegd: je eet niet goed. Letterlijk zeiden ze: je zorgt niet goed voor jezelf. Ik had het even over eten, maar dat zagen ze dus ook. En dan krijgen ze allemaal problemen. En dan worden ze ziek. Ze is ook ontzettend vaak ziek. Dan komt mijn dochter weer naar mij. Dat was de laatste keer dat... Mijn dochter zou eigenlijk bij mij zijn. Maar haar moeder was jarig. Dus dan zou ze pas aan het einde van de dag komen of zo. Dat was helemaal tegen de afspraken in. Maar dat maakt mij me niet uit. Zij wilde bij de verjaardag van haar moeder zijn. It's cool, baby. Maar ik doe maar. Dus ik dacht een vrije dag te hebben. Nou, kom mijn dochter om 11 uur 's morgens, kon ze binnen denderen. Mad as hell. En de moeder was weer eens ziek. Die had de hele verjaardag afgebeld. Mijn dochter heeft ook verteld dat de slaapkamer van haar moeder, daar wil ze niet meer binnenkomen. Want ze zegt, het ruikt daar naar zieke mensen. En daar met dat meervoud bedoelt ze, omdat haar moeder heeft dus een nieuwe vriend. Dat is dan een echte vriend, dat is echt haar kerel. En die zijn de hele tijd ziek en het stinkt gewoon in die slaapkamer. Ja, dat komt volgens mij dus door het beperkte reuk- en smaakvermogen. Wat is vastgesteld? En het andere is dus niet creatief zijn. En dat heeft een hele aparte uitwerking. Namelijk niet bestand kunnen zijn tegen veranderingen. Dus alles moet altijd hetzelfde blijven, want ze zijn niet creatief. En het geldt dus bij die tweede groep met name. Want die zijn pissed off en mad as hell. And they are not going to take it anymore. Nou, als je niet tegen verandering kan, wat moet je dan met je leven? En wat moet ik dan met een partner die niet tegen veranderingen kan? Hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, het is mij niet verteld.
Niet eens een aanwijzing. Niet eens een tipje. Zo. Er is alleen maar tegen mij gezegd, niet omgaan. Maar hoe moest ik dat? In die tijd, toen mijn kind nog klein was? In 2008 werd ze dus zwanger. En toen heeft ze achter mijn rug om met de huisartspraktijk overlegd over een abortus. Zonder enige reden. Behalve natuurlijk dat die zwangerschap, die hield een verandering in. En die wilde ze niet. Dus dan moest dat kind in haar buik, moest maar dood. Zij wilde een leven ten koste van een toekomstig mens. Heeft ze ook letterlijk tegen mij gezegd. Nou, ze had natuurlijk, toen ze achter mijn rug om ging overleggen met de huisartsenpraktijk over een abortus, had ze het gelijk kunnen laten doen. Was echt geen probleem geweest, denk ik. Nee, denk het niet. We hadden een antroposofische praktijk en binnen die praktijk geldt dat de vrouw is de baas van de vrucht in haar buik. Dus als de vrouw zegt, het wordt een no-go, het is gewoon leuk geprobeerd, maar dit gaan we niet doen, dan krijgt de vrouw gelijk. Dus dat gewoon gelijk een abortus kunnen laten doen. Maar dat deze natuurlijk niet. Ze heeft het gerekt. Tot ze uiteindelijk borderline, want ze moest helemaal naar Den Haag. En toen heeft ze dat kind laten aborteren, dat was 14 weken of zo. Het schopte al in de buik, het zat al te bewegen. Maar voordat het zover was, dat ze het uiteindelijk liet gebeuren. Toen heeft ze voorgesteld om een lekker therapiesessies te gaan doen. En dan gaf ze mij dan zogenaamd de kans om mijn kind te redden. Dat vond ze wel leuk. En net als dat ik, vroeger had ik kindjes en die vonden het gewoon leuk om spinnen de poten uit te trekken. En hooiwagens te molesteren en katten te pesten. Stenen te gooien naar vogels die helemaal niks fout doen. Kijk, als je een boerderij hebt met een kersentuin. En er komen allemaal extra's in. Weet ik wat voor beesten dat zijn, spreeuwen of zo. En die gaan even lekker alle kersen opeten. Ja, dankjewel alsjeblieft. Dat is geen probleem. Maar ik had gewoon vriendjes en die gingen gewoon. Wat zullen we vandaag gaan doen? Oh, we gaan gewoon een dier pesten. En zo zat zij mij te pesten. Want zij wist dat ik nog een kind wilde als broertje of zusje voor mijn kind. Nou, toen belanden wij in Nijmegen bij het FIOM. En dat instituut bestaat nog steeds, maar het zit niet meer in Nijmegen. Maar op het internet kan je het vinden. F. Frederik Isaac Otto Maria. Dat heeft, die OM is van ongewenst moederschap. Dat vond zij wel een leuk instituut om even naartoe te gaan. Daar heb ik ze met haar gezeten, 2 ochtenden op een vrijdag. En wij hadden daar 2 vrouwen als therapeut. En dat was eigenlijk voor het eerst, want daarvoor hadden we alleen maar mannen gehad. En zij weet heel goed om te gaan met minirokjes en bilpartijen. En dat soort dingen. Een leuke laarzen, een grappig sjaaltje. En dan natuurlijk heel erg in zo'n man gaan kruipen en die rol aannemen van het zielige vrouwtje. Nou, dat werkte dus niet in Nijmegen bij het FIOM. Want dat waren 2 vrouwen. En die ene was ouder dan zij was en die andere was jonger dan zij was. En daar is ze helemaal kapot gegaan.
Er werd haar gewoon gezegd, oké, het is allemaal heel leuk en aardig, maar nu ga je een voorbeeld noemen van wat er gebeurd is in jouw jeugd. Nou, ze spartelde als een haring in het net. Ze ging helemaal kapot. En wat ik toen gehoord heb, wat die kutvader van haar en die kutmoeder van haar hebben uitgevroten. Oh ja, sorry, dit moet ik terugnemen. Dit haal ik er zo dadelijk uit, ja? Maar ik was erg boos. En dat heeft mij fucking 9 jaar gekost. Om erachter te komen hoe ze dat mens, die mens, die mens, niet dat, die mens, beschadigd hebben. Ja. En dan loopt het fout. Als je zo buiten de lijntjes gaat kleuren. Ja, dat wist ik dus allemaal niet. Dat wist ik gewoon niet. En de volgende keer, als er hier nog een vervolg op komt, ik weet niet of dat doe hoor. Maar in 2005 kwam ik er dus achter dat de moeder van mijn kind gedrag heeft wat absoluut niet tolerabel is. Dat kan je gewoonweg niet maken. In diezelfde tijd kwam ik erachter dat de aanslagen van 11 september 2001... dat was ook een actie van psychopaten. Dus ik ontmoette in 1 jaar tijd de persoonlijke psychopathie in de vorm van de moeder van mijn kind. En de georganiseerde psychopathie. Dat was wel schrikken. Ik voelde me erg alleen. Ik zag er echt geen heil meer in, anders dan keihard te gaan werken. En voor mijn dochter te zorgen natuurlijk. Nou, dat ik mijn dochter dan wel te eten geef. Nou, dat ik mijn dochter dan wel meeneem op een leuke vakantie. Nou, dat ik mijn dochter dan wel op keyboardles doe. Nou, dat ik mijn dochter dan wel op drumles doe. Nou, dat ik mijn dochter dan wel help met haar huiswerk op een manier waar ze wat aan heeft. Dan doe ik dat wel. Nou, gelukkig is mijn kind dus 16 en een goede vriend. En zo dadelijk is ze 17 en is ze 18 en dan ben ik echt van haar af. Dan hoeft ze niet meer boos te worden op mij als ik te laat ben met het klaarmaken van de tosti. Wat ze wel eens was. Want heb ik nog geen tosti? Ook een keer van haar. Had ik een tosti gemaakt, zegt ze tegen mij, er zit te veel kaas op. Ja, moet je vooral tegen mij zeggen. Zo, de miet erop. Dit is geen restaurant. Je eet je tosti maar gewoon op. Maar zo dadelijk is dat klaar. Dat is nu al hoor. Mijn dochter doet steeds aardiger tegen mij. Toen mijn dochter 6 was, dan stond ze ontzettend onder controle van haar moeder. En dan ging ze samen met haar moeder meedoen. Met een soort vrouwenbondgenootschap of zo. En dan werd ik afgezeken door hun allebei samen. Verschrikkelijke dingen. Dus makkelijk was dat niet. Ik ben wel blij dat het, zoals het er nu uitziet, goed afgelopen is. En voor jullie dus is de afsluiting. Dus de psychopathie heb ik het over gehad. En die mensen zijn dus niet creatief. Behalve dat ze niet empathisch zijn, zijn ze ook niet creatief. En ze eten niet goed. En ze ruiken niet goed. Maar ze hebben ook een raar luchtje om zich heen hangen. Ook nog een keer. En dat is die lindwormgeest. Die zich in mijn geval dus voortgeplant heeft via de moeder van mijn kind. Ik heb dat niet gedaan. Dat hebben haar ouders gedaan. En zij moet haar ouders gaan vergeven. Nou, dat wordt nog een heel karwei, denk ik.
Want hoe vergeef je je vader dat jij denkt achteraf dat hij seks met jou wilde op een of andere manier toen je 12, 13, 14 was? Jij hebt die gedachten in je hoofd. En waar komen die gedachten vandaan? Haar ouders die zeggen tot op de dag van vandaag dat die gedachten komen uit het zieke brein van Wijnanda Willemsen. Dat mag ik niet zeggen. Van de moeder van mijn kind. Zij zeggen dat. Ja, het zou kunnen zijn. Dan is Wijnanda dus primair, de moeder van mijn kind, primair psychopathisch. En zij hebben daar als ouders alleen maar last van gehad. Dat zou kunnen. Maar, als dat waar is, dan is de moeder van mijn kind de allerbeste toneelspeler ter wereld. Want de toneelvoorstelling die zij dan volgens haar ouders heeft opgevoerd bij het FIOM in het kader van de aanstaande abortus, dat was gespeeld? Nou, dan mag ze gelijk naar Hollywood, want dan kan ze nog wel meer. Wat ik zag, want ik heb zelf toneel gespeeld. En ik heb ook licht gedaan voor toneelspelers en geluiddingen, facilitair, maar ook zelf, foto. Ik ben heel veel met toneel bezig geweest. En ik kan zien wie goed toneel speelt en wie niet. Nou, dat toneelspel van de moeder van mijn kind, dat was perfect. Dat had ik als regisseur samen met mijn dramaturg niets aan toe te voegen. Inclusief de rode vlekken in haar gezicht. En de tranen die over haar wangen biggelden. En zelfs haar haar ging slap hangen. Nou, dan kan je goed toneel spelen in mijn opzicht, hoor. In mijn optiek. Ook zeg, sorry. Dus ik geloof haar ouders niet. En zij zit daar dus maar mooi mee. Want volgens mij, als ik gelijk heb, dan hebben die ouders haar echt verschrikkelijke dingen aangedaan. In hun ongevoeligheid. Of zelfs in hun kwade bedoelingen. Ik heb dingen gehoord dat ik denk van ja, dit kan je niet goed bedoeld hebben. Dit heb je alleen maar gedaan om je kind te pesten. Onvergeeflijk bijna. Het heel erg. En ik heb ontzettend medelijden met de hele situatie. Ik vind het allemaal heel verschrikkelijk. En ik ben helemaal niet boos op niemand niet. Behalve dan op die kutouders, omdat ze niet willen toegeven dat er iets misgegaan is. En ze laten hun dochter maar bengelen. Maar misschien hoorde het allemaal zo. Misschien ben ik wel te dom. Ik weet het ook niet. Maar het heeft een hele hoop tijd gekost om erachter te komen hoe erg het probleem is van psychopathie. Van het ontbreken van empathie. Het is een probleem, het is een geest die onder ons, die dringt binnen in lichamen en die neemt het gedrag van mensen over en die laat die mensen allemaal hele gekke dingen doen. Dus de moeder van mijn kind, die heeft mijn kind toch echt honderden huilbuien bezorgd. Helemaal vanuit het niets. Want zij had overal last van. Rot op, stom kind. Nou, ik hoop dat ik dat goed heb uitgelegd. En waar je dus op moet letten bij mensen. Het is niet alles goud dat er blinkt. Ik dacht toen. Van oké, jij lijkt op mij. Ik help jou. En jij helpt mij. Ja, dat was dus dat ik ervoor kan gaan zorgen dat zij dus Jan en alleman voor 90% allemaal kerels in mijn huis ging uitnodigen.
om dan voor die mannen te gaan koken. En dan kookte ze altijd iets wat die mannen lekker vonden. En als ik tegen haar zei, goh, zullen we vanavond mosselen eten, want daar heb ik wel zin in, dan zei ze altijd nee. En niet omdat het mosselen waren, want soms zei ik, zullen we vanavond dat en dat eten? Dan zei ze altijd nee. En die psychopathische mens, die moet je dus volgens mij gewoon met rust laten. Gewoon niet mee omgaan. Gewoon accepteren, ze willen niks, ze ruiken niks en ze kunnen niks. En laat die mensen gewoon met rust. De oplossing vroeger was dat je ze in een gevangenis stopt, op water en brood. En dan wacht je gewoon. En de andere oplossing was, kop eraf. Maar die laatste is natuurlijk een beetje hardvochtig. Maar ook een goede oplossing. Want psychopathische mensen die genezen niet vanuit zichzelf. En de uitzondering erop is de psychopaat, zoals ik, dan denk ik toen. Ik had ook een jeugdtrauma. Maar ik had nog enigszins in de gaten dat er iets met mij aan de hand was. Dus ik besloot naar de arts te gaan. En ik heb gewoon netjes geluisterd naar alle vragen. En ik heb zo goed mogelijk proberen antwoord te geven. En dat hielp. Dus als je iemand kent met psychopathisch gedrag. Ja, dan weet je dat die oplossingen er zijn. Het kan opgelost worden. Maar al die mensen moeten hun ouders vergeven. Oh, dit wordt de laatste. Dan kan ik echt afsluiten. Kijk, toen ik mijn ouders vergaf. Dat was op het moment dat ik inzag dat ze het alleen maar aan het proberen waren. En ik vond niet leuk wat ze deden, niet altijd leuk wat ze deden. Maar ik kon zien dat ze het alleen maar probeerden. En toen kon ik dus denken, nou ja. Nou, voor de moeder van mijn kind wordt dat ietsje pietje moeilijker. Maar niet onmogelijk. Maar waarschijnlijk wel. En dat soort mensen zitten er dus ook in jouw omgeving. Dus je kan wel bang zijn van 9/11 en George Bush komt eraan. En dan, met het leger van Obama. En dan al die rare dingen in Irak en Iran. En het is allemaal psychopathisch. Maar de psychopaten die leven onder ons. En zolang die onder ons blijven leven en ze niet, zoals in het geval van de moeder van mijn kind, niet geholpen worden, niet aangesproken worden op hun gedrag. Want daar help je een psychopaat mee. Dat je tegen die psychopaat zegt, je eet niet goed. Je doet de verkeerde dingen met je leven. En als meerdere mensen dat zeggen tegen de een en dezelfde psychopaat, psychopathisch persoon, dan helpt dat. En dat moet altijd met meerdere zijn. Dat is heel belangrijk. Zij moet haar ouders vergeven. En hoe kom je zover dat zij haar ouders kan vergeven? Want haar ouders hebben haar gekwetst. Zij is net als een Auschwitz-bewoner die toen Auschwitz bevrijd werd een enkele reis New York heeft geboekt. En loopt hij daar vrij op straat en loopt boodschappen te doen. En hij komt de kampbewaarder weer tegen die hem ten overstaan van het hele kamp op zijn blote billen heeft geslagen. Nou, dan ben je boos of bang of je gaat in ieder geval helemaal tollen met je hersenen. En dat heeft de moeder van mijn kind elke dag. Want haar ouders ontkennen elke schuld. Het is allemaal de schuld van de moeder van mijn kind. Dat was zo'n stout kind. Heel erg, heel erg. Zo gaat onze samenleving echt helemaal naar de kloten.
En hier moeten we dus echt wat aan doen. Of nou ja, ik weet niet wat je aan moet doen. Hier moeten we ons van bewust worden. Het gaat dus niet om George Bush. Niet alleen om George Bush. Nou, ik vond het een geweldig lange mooie uitzending. Ik ga nog even kijken voor het allerlaatste mooie plaatje. Oh, deze vind ik ook zo prachtig. Hebben die al gehad? Nee, toch? Ja, die hebben we al gehad. Maar hij is wel erg mooi. En ze is alleen maar mooier geworden. Kan je nagaan. Nou, dag lieves allemaal. En wat ik nu ga zeggen, dat is Duits. En het is tjus. Dag lieverds.